Dit Cyclo-wielencafé wordt mede mogelijk gemaakt door Isaac Cycle. Zo, ik denk dat iedereen een drankje erbij heeft gepakt. Iedereen zit er klaar voor. Ja, beste mensen, hartstikke welkom allemaal op deze bijzondere maandag in het Shimano Experience Center. Jullie natuurlijk al een hele informatieve ochtend gehad. We gaan er proberen een leuke middag van te maken met een bijzondere aflevering van het Cyclo Wielencafé hier op locatie in Valkenburg. Speciaal voor jullie en ook nog terug te luisteren als podcast laatste op je favoriete podcastkanaal. Dus als je nu naar de podcast luistert, ook van harte welkom. We gaan het natuurlijk over de Vuelta hebben, over het EK, over het WK, alles wat er nog aankomt in dit prachtige wielerseizoen. Man, hartstikke welkom. Erik Breukink, Bart Voskamp en Jean-Paul van Poppel, daar zit bij elkaar, dames en heren, 12 Vuelta-etappe-overwinningen. Dus daar mag voor geapplaudisseerd worden. Man, ik zie een paar prachtige Isaac-fietsen staan. En die moeten zeker bij jou, Erik, en bij jou, Jean-Paul, nog bekend voorkomen. Ja, ja. Ik heb er thuis niet eens staan, maar het is wel een overjarig model, heb ik nou wel gezien. Ja. En misschien kan je hier nog even wat mensen lief aankijken dat je een nieuwe kan... Een heel goed idee. Ja. Ik steek mijn vinger op. Jullie hebben die natuurlijk jarenlang ook gehad in de Roompotploeg, waar jullie allebei als ploegleider hebben gewerkt. Goede ervaringen mee gehad? Nou, zeker. Van begin af aan hebben we daar eigenlijk alleen het laatste jaar niet meer. Dus 4 jaar met Isaac gereden en... We hebben op een gegeven moment ook nog de overstap van gewone remmen naar de schijfremmen gemaakt als eerste ploeg. Dat was nog een hele onderneming. En toen op een gegeven moment werden zelfs de schijfremmen weer verboden. Dus moesten we weer terug. Maar wij wel een beetje Isaac was een beetje de voorloper van het introduceren van de schijfrem. Jullie hadden gewoon een hartstikke innovatieve ploeg. Dus. Ja, maar het werd ons wel moeilijk gemaakt. Ja. Helaas die ploeg een veel te vroege dood gestorven. Mannen, we gaan lekker praten over de Vuelta. Over 3 weken Spaanse koers. Afgelopen 3 weken natuurlijk. Gisteren is er een einde aangekomen. Ging de overwinning voor de 4e keer in zijn carrière alweer naar Primoz Roglic. Was het een mooie ronde eigenlijk, Bart? Ik heb er lang over nagedacht of ik het een mooie ronde vind. Ik hou van de wielersport, dus elke koers die ik zie vind ik heel leuk. Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat het ook een beetje een overkill was aan wielrennen dit jaar. Maar dat komt misschien dat ik alles heb gevolgd. En dan krijg je natuurlijk aan het eind van de rit krijg je nog de Ronde van Spanje. Ja. Dus dan zoek je ritjes uit of vooral de finales om te kijken hoe het afloopt. En we hebben natuurlijk allemaal gekeken van, gaat Roglic op het laatst die rode trui pakken? Maar ik had het vermoeden dat dat wel ging gebeuren. Hoe was dat voor jullie, Jean-Paul? Nou ja, achteraf, als je kijkt naar die zaterdagrit, bleef Conor er nog mooi bij. Hè? Dus alles moest toen toch gebeuren op die vrijdagrit. Hè? En achteraf gezien was dat toch wel heel spannend allemaal. En dat ze het, dat was toch wel een grove fout, denk ik, dat ze het gat zo groot hebben laten worden op de dag dat Conor zoveel tijd pakte. Ja, is dat echt vanuit, nou ja, ook vanuit de ploegleiderswagens vooral natuurlijk, echt een fout geweest dat ze hem zo ver hebben weg laten rijden? Ja, volgens mij 6,5 minuut gaven ze hem. Ja, het is niet alleen geven. Hij had natuurlijk wel een hele goede dag. Maar ja. Ja, het was uit een ontsnapping. Ze hadden toen zelf Lipovic daar ook bij zitten. We praten over Bora Hansgrohe. Red Bull tegenwoordig. Dus ja. die hebben dat een beetje laten lopen. Die denken Lipovic die blijft wel bij O'Connor. En dan hebben we misschien Lipovic vooraan staan. Maar ja, O'Connor was daar veel beter. 6,5 minuten was natuurlijk wel een risico. Want je ziet, O'Connor wordt nu tweede. Dus de rest van de mannen heeft hem niet kunnen passeren. Dus het was best wel spelen met vuur. Nee, het is ook wel een beetje boontje kon onze loontje. Hè? Want ik weet nog, die dag ging Mobistar, de ploeg van Mas, op een gegeven moment wel nog erachteraan rijden. En Mas staat op het podium uiteindelijk. Maar de ploeg van Carapaz, IF heb ik het dan over, die staken geen poot uit. En die eindigt daardoor buiten het podium. Ja, op dat moment weet je dat natuurlijk niet hoe dat gaat aflopen. Maar het was een risico. En je hebt gezien wat het dan O'Connor oplevert. Een tweede plek in het eindklassement. Is dat ook het hoogste dat hij ooit gaat bereiken in zijn carrière, Bart? Ik denk dat er een aantal op deze aarde rondrijden waar hij net niet aan kan tippen. Dus ik vermoed dat het een mooie podiumplaatsen blijft. Maar ja, ook een Roglic ligt wel eens naast zijn fiets. Dus ja, wat dat betreft soms bestaat de kans dat je alsnog een keer een grote ronde wint. En ik vind het een hele mooie renner. Hij is volgens mij een 1,88 en toch vrij licht. Het is allemaal zo fragiel. Ja. Dus ik hoop dat, dat die renners ook dat jarenlang kunnen volhouden. Jij noemt er ook iets al even. De Tour was er voor hem weer eentje om snel te vergeten. Zoals meerdere Tours dat helaas voor hem geweest zijn. Maar maakt deze Vuelta-overwinning zijn transfer naar Red Bull Bora meteen goed? Ik denk dat ze een gouden greep hebben gedaan met hem, ja. Dat was ook de enige waar waarschijnlijk die los te weken was bij Visma. Ja. En je ziet het eerste jaar gelijk een grote ronde winnen.
ja, dan doe je het goed. En jammer natuurlijk weer van zijn Tour. Zoals Bart al zei, hij valt nogal eens. En opnieuw in de Tour is het misgegaan voor hem, jammer genoeg. Mama, ja, ik denk ook niet dat hij echt weerstand had kunnen bieden tegen Pogacar. Nee, Pogacar en Vingegaard zijn wat dat betreft wel echt andere planeten. Ik bedoel, daar zie je in zoveel dat er ook niks van. Die mannen zijn er niet, dus je hebt geen idee hoe deze Roglic zich tot die mannen zou verhouden. Nee, oké, maar goed, ja. Pogacar, Vingegaard, bergop steken er wel bovenuit. En daarachter komt dan, denk ik, Roglic. Roglic is ook niet meer de jongste natuurlijk. Die zit ook al 34. Ja, als je dan op dit niveau nog kan rijden, dat is bijzonder knap. En ja, voor Bora is het prima zo dat hij uiteindelijk toch die grote ronde binnensleept. De Tour gaat moeilijk worden. Als de tegenstand van Vingegaard en Pogacar blijft komen, dan zie ik het niet gebeuren. Hij vindt het trouwens zelf maar niks, hè, als het over zijn leeftijd gaat. Tijdens de Vuelta, tweede rustdag volgens mij, was er een persmomentje. En toen vroeg ook een verslaggever dat van, hoe lang kan je dit dan doen? Je bent al 34. Stak hij meteen zijn vinger op. Nee, maar in mijn hoofd ben ik nog 18. Zou je niet een keer stoppen? Of zoiets? Was er niet een keer een renner die 40 was toen hij de Ronde van Spanje won? Ja, dat klopt. Ja, 2013. Chris Horner. Chris Horner. Of bijna 40, maar in ieder geval die was volgens mij 40. Dus ja, wat dat betreft. Die klopte toen Nibali gewoon even, ja. Ik heb het ook altijd nog op, bij 56. Soms denk ik nog steeds dat ik de Tour kan winnen. Maar ja, zit er niet in, denk ik. Nee, toch niet? Nou, ik heb je van de week zien fietsen, maar daar zit er niet meer in. Nee, maar hoe kon je mij zien? Jij zat heel ver achter. Nou, alle gekheid op een stokje. Uiteindelijk moet je als renner toch, jij Roglic kan zeggen, ik ben in mijn hoofd nog 18. Maar ja, als je 34 bent, dan weet je toch van binnen dat het... Hij is laat begonnen, ja, volgens mij. Maar maakt dat echt een verschil? Als je laat begonnen bent, kan je dan ook langer op zo'n topniveau blijven? Ja, ik denk het wel. We hebben destijds bij Vakantse Lijf een leuke mans gehad. Die werd 2 jaar geschorst. En die bleef ook doorfietsen tot hij bij neerviel, zeg maar. Mm-hmm. Dus die voelen dan toch een soort bevrijding. Valverde, hetzelfde verhaal. Hè. Die is ook heel lang doorgegaan. Ja, omdat hij ook 2 jaar ertussenuit moest. Een kleine vakantie. Wanneer een kleine vakantie, ja, zo kun je het ook noemen, ja. Hele positieve benaming. Ja. Wanneer merkten jullie persoonlijk van dat het hoofd nog wel wilde, maar dat het lijf langzaam begon te zeggen, misschien moet je er eens mee stoppen, joh? Ik ben niet tot mijn 40ste doorgaan. 34. Nee. De leeftijd van Roglic. Ja. Maar nationaal kon ik nog goed mee, maar internationaal in de grote rondes. Ik was ook al in een rol van niet meer klassementsrenner. Dus ja, op een gegeven moment had ik het wel gezien. Ik denk ook dat wij in de tijd zaten, als je het vergelijkt met de tijd van nu, dat we veel meer wedstrijddagen hadden. Dus van jongs af aan, van mijn 21ste tot aan mijn 34ste, ja, daar reed je meer dan 100 koersdagen per jaar. Ja, dat rij je nu de helft qua aantal dagen. Dus wat dat betreft kunnen ze denk ik nu ook langer volhouden. Hoe was het voor jou, Bart? Wanneer voelde jij van het is mooi geweest? Ik denk dat de sleet vooral opkomt in je hoofd. Het ligt eraan hoe lang je al fietst. Als je van kinds af aan fietst en je hebt altijd onder druk gestaan om te presteren. Ja, dan moet je continu die focus wel kunnen blijven houden. In mijn geval ben ik van een grotere ploeg van TVM ben ik toen naar Polti gegaan. Dat zou 2 jaar zijn, werd 1 jaar. Toen ben ik een stapje terug gedaan naar Bakkiro Loterij. En dat gaf mij eigenlijk nieuwe energie. Ik werd van knecht werd ik kopman en had ik verantwoordelijkheden. En toen wonnen we eigenlijk een heleboel wedstrijden. We ronden de Ronde van België. Dus dat ging allemaal hartstikke goed. Maar op een gegeven moment, je moet het vooral in je hoofd wegkrijgen. Je thuissituatie moet ervoor zijn. Je moet nog steeds doelen hebben waar je op kunt werken. Dus ik denk vooral... Ja, kijk, als je 38 rond wordt, gaat de sleet rokkelen. Je moet vaker naar de kraker en zo. Maar ik denk dat het vooral geestelijk is. Vaker naar de kraker, daar bedoel je iemand mee die eventjes alles... Ja, naar de hoe noem je dat, de officiële term? Fysiotherapeut? Ja, masseur? Osteopaat. Manueel therapeut. Ja. Dus dat werd van 1 keer in de maand, werd dat 2 keer per week. En dan weet je wel dat het lichaam toch wel iets minder gaat worden. Hoe is dat voor een sprinter, Jean-Paul? Ik bedoel, van de 12 Vuelta-etappe-overwinningen die ik net aanhaal... Nou, behaalde jij de 9, flink aandeel hier aan tafel. Maar merk je dan op een gegeven moment van shit, ik kan niet meer de snelheden halen. Ik heb niet meer de wattages die ik een paar jaar geleden nog wel had. Nee, ja, bij mij was het denk ik een ander verhaal. Ik was 32 dat ik stopte, maar ook een klein beetje noodgedwongen. Omdat ik had wel aanbiedingen van andere ploegen. Alleen er waren geen ploegen die naar de Tour de France gingen. En mijn ambitie was alleen maar proberen nog eentje bij te doen in de Tour. Dat was mijn doel, een keer 10 etappes winnen in de Tour. En dat is helaas bij 9 gebleven. Mag ik even ook een vraag tussendoor stellen? Natuurlijk, altijd, voel je vrij.
Jouw laatste jaar, was dat 93 bij Festina? Ik heb 94 nog een half jaar gefietst. Ja, want in 93, dat was mijn eerste ronde van Spanje. Daar heb je er nog volgens mij in A2 gewonnen. Ja. Ja. Dus dat is nog wel scherp. Ja. En 94? Wacht even. 94 was het laatste jaar Festina. Heb je ook nog volgens mij een rit gewonnen? Ja, en ook in de Tour. En 95 was mijn half seizoen nog. Bij Le Groupement, die ploeg die stopte halverwege het seizoen. Of net voor de Tour, ja, moet ik eigenlijk zeggen. Dus dat was wel een teleurstelling. Want ik had het toch gestaan om nog een ritje te winnen. En dat lukte mij het jaar ervoor ook. Dus waarom zou dat dan niet lukken? En daar ben ik een beetje door een dal gegaan. En er is ook geen ploeg geweest die mij opgevist heeft om mij weer eens richting de Tour te brengen. Ja, maar hoe zwaar is die tijd geweest voor jou als je zegt ik ben door een dal gegaan? Nou ja, ik vond het heel jammer. Want ik weet dat het seizoen was ik wel aan het sukkelen en zo. Met mijn gezondheid ook. Kleine dingetjes waardoor ik net niet goed genoeg was. Ik zat er wel een paar keer dichtbij richting de Tour vooral. Midi Lieber werd ik nog een keer derde achter Nelissen en een andere sprinter. Dus ik voelde wel dat de vorm aan het stijgen was. En dat het net op tijd goed zou komen. Alleen ja, goed, toen kregen we het bericht op de maandag. Maandag voor de Tour dus. Dat we niet gingen. Ja, aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi om een beetje te stoppen als je nog bij de beste in het peloton behoort. Maar aan de andere kant ook heel frustrerend omdat je nog bij de beste hoort. Ja, ja, maar goed, ik had dat ene doel nog en dat ben ik nooit toegekomen. Hey, jij kunt er kiezen uit 9, dus ik geef jou nog even nadenktijd. Dan stel ik het eerst aan de vraag aan de man hier naast me, want die hebben iets minder te kiezen. Jij helemaal niet, Erik, want jij hebt maar 1 Vuelta-etappe overwinnen. Maar 1. verder heb je ook niks gewonnen, dus wat dat betreft alle gekheid op een stokje. Wat herinner je nog van die etappe overwinnen? Was een tijdrit, hè, geloof ik? Ja, lange tijdrit, 50 kilometer. Ik kan me al voor de geest halen. Het is in 92 bij PDM. Een klein verschil op de nummer 2, iets van binnen 10 seconden. Op 50 kilometer is dat niet veel natuurlijk. Dat was mijn ding natuurlijk wel, tijdrijden. Ik ben ook wel vaker tweede en derde in de Vuelta geweest in tijdritten. Maar ik heb er maar 1 kunnen winnen inderdaad. Dus ik heb ook niet zo heel vaak de Vuelta gereden. Ik denk maar 3 keer. Dus, was die toen ook nog in het voorjaar? Ja, dat was in april. In 95 was de Vuelta voor het eerst in september. Mm-hmm. Dus dat was een beetje op het einde van mijn carrière. Maar voor die tijd was het april was het de Ronde van Spanje. Een week ertussen en dan had je de Ronde van Italië, die ik vaker gereden. En dan 3 weken daarna de Tour. Dus alle 3 de grote rondes rijden, dat zat er niet in. Je hoort dat nu wel, hè? Van, nou ja, de hittes zijn natuurlijk enorm in Spanje, nog in augustus en september. Er gaan wel weer geluiden op van, joh, moeten we die Ronde van Spanje en de Giro niet lekker omdraaien? Dat je in Italië, waar je nu heel vaak echt sneeuwmuren en hoosbuien hebt in het voorjaar in mei, moeten we de Giro en de Vuelta niet lekker omdraaien? Wat zouden jullie daarvan zeggen? Nou, ik denk dat het meteorologisch gezien een verstandig besluit is. Je noemt dat al op. Alleen, ik denk dat in de wielercultuur het wel ingebakken zit dat bepaalde volgordes er zijn. Maar als de UC erop ingrijpt en het zo bepaalt, denk ik dat het een strak plan is. Wat was jouw mooiste Vuelta tegen Bart? Je hebt er 2. Ik heb er 2, hè? Ja, ik heb er 2, Erik. Veel weer gewonnen. Vertel, ik heb er 2. Voor de geest aan. En 1994 was de eerste. Ik denk dat Jean-Paul erbij was. De dag ervoor was Lagos de Covadonga. Deze Vuelta ook nog aangedaan? Deze Vuelta ook. En ik was elke dag een beetje het aanklampen. Ik was tweedejaars prof. En ik kreeg van Jean-Paul af en toe ook al hele goede adviezen. En ik was het aanklampen. Ik reed rond de 30ste, 35ste in het klassement, wat ik heel stoer vond. Alleen Guido van Kalsen, die komt op de klim naar me toe. Die zegt, hou je benen maar stil. Ja, ik denk, hou je benen maar stil. Ik zit hier al 2,5 weken af te zien. Ja, hij zegt, dan zoek je dan morgen is een dag. Dat is meer een dag voor jou. Heb jij goede benen en zit je mee? Nou, lang verhaal kort. De volgende dag zat ik mee met Roscioli en Cardenas. En we rijden met 3 weg. En op het laatst zat Alto de Naranco erin. En Van Kalsen zegt, weet je, hou je een beetje rustig, doe je kopbeurtjes. Die andere 2 waren over de bergpunten aan het sprinten. Dus die hadden mij al helemaal niet meer in het vizier. En 25 kilometer voor het einde rijd ik alleen weg. En ik zit aan de voet met 4 minuten voorsprong. En ik hou ongeveer 19 seconden over. Dus ik won een bergrit. Niet omdat ik de sterkste was. Maar wel omdat iemand een heel goed advies gaf door de dag ervoor jezelf te laten lossen. Om op de juiste momenten goed te zijn. Dus... En de andere dan heel kort als het mag, 97. Ik heb er toch maar 2. 97 won ik een rit. In de Tour daarvoor was ik gedisqualificeerd met een sprint met een Duitser. Schouder aan schouder werden wij beide gedisqualificeerd.
staat nog wel ergens op het internet voor de jongeren onder ons. En dus ik had wel een revanche september. We zien het achter je nu. Ja, ja, je ziet het. Dus het is geen duwwerk, maar het is, we haken in elkaar. En iedereen herkent het als je misschien wel eens naar school fietst. Of ja, je haakt elkaar. Het evenwicht is alleen nog tegen elkaar te vinden. En zo hobbelen we over de streep. Ik als eerste, Jens Hebner als tweede. En wij worden allebei gedisqualificeerd. Dus ik was redelijk pissig. Dus ik zocht nog wel revanche. En dat was toen in 97 in Cordoba, waar ik vanuit een kopgroep won. Ja. En als ik dat tegen jou zeg, Jean-Paul, je mooiste, wat is dan je eerste Vuelta-herinnering die naar boven komt? Mm-hmm. Het zijn er zoveel. Nou, nee, ja, nee. Het zijn er, misschien wel de eerste in Valencia, denk ik. Dat was mijn eerste in 91, mijn eerste Vuelta. Ik was een beetje met Bonje vertrokken bij Post dat jaar, het jaar ervoor. Ik kwam bij PDM terecht en hij had, en zijn sprinters werden 2 en 3. Ludwig en Blanca zeker, ja. Van zoiets was het. In ieder geval Ludwig was tweede. Hoe kijken jullie überhaupt naar de Ronde van Spanje? Leeft bij jullie ook het idee... Ik heb bij veel wielerliefhebbers wel het idee van... Hé, je hebt hier de Tour, dan heel lang niks. Dan komt de Giro en de Vuelta zit daar toch... bungelt daar een beetje als derde onder. Is dat voor jullie gevoel ook zo? Ja, goed. Het is de laatste in een rij. Zeker dit jaar, wat Bart al zei. Er is heel veel wielrennen geweest. Je hebt de Olympische Spelen gehad. Dus dan is en er komt ook nog heel veel wielrennen. Er komt nog een WK, dus de belangstelling zal wel iets minder worden. Van de echte diehards, die kijken wel. Ik vind het altijd wel een leuke ronde. Als je ziet, het is een beetje opener koers, de Vuelta. Je ziet heel veel kopgroepen die kans maken voor de dagzegen. Een beetje verrassende winnaars, wat je in de Tour eigenlijk helemaal niet meer, ziet. Het is heel gesloten. En ja, goed, het zijn drie verschillende rondes en ik vind ze allemaal er wel bij horen. De Tour staat boven alles, dat is duidelijk. Vonden jullie het wel een verfrissing? Kijk, natuurlijk, alle respect voor Pogacar, nu al een van de allergrootste ooit. Maar vonden jullie het ook wel een beetje verfrissend om naar een grote ronde te kijken dit jaar, waar de winnaar niet gedurende de weken al zo overduidelijk bekend was? Ja, nee, ja, het was een mooie ronde, denk ik. Maar het werd, wat ik net ook al zei, wel spannend. Ik zou het niet... Ik bedoel, ik heb niks tegen Conor, maar het zou wel heel jammer zijn geweest als een man die 6 minuten cadeau krijgt, de ronde gaat winnen. Mm-hmm. Dus dat was wel elke dag spannend kijken of ze het wel weer goed maakten. Ik denk wel... voor mijn gevoel was de ronde van Spanje dit jaar ietsjes minder met hele steile aankomsten. Hè, van dag tot dag, want volgens mij hebben we andere jaren wel 10 maal... gezien dat ze bergop finishen, hè, op een steile klim. Dat was wat minder dit jaar. Ja, ook voor mijn gevoel minder die hele, hele korte, echte muren waar je dan tegenop... Ja, dus het was daardoor ook best wel, wel goed voor mensen die in ontsnapping gingen. Dat hebben we ook een paar keer gezien, hè, met Wout van Aert bijvoorbeeld. Ja. Die dan helaas ten val komt. Maar het was voor iedereen wat wils toch wel, ja. En dat was wel interessant aan deze ronde van Spanje. Die andere jaren toch iets meer alleen maar voor de sprint of voor de klimmers was. Ja. Ja, jij noemde ontsnapping. En we hebben natuurlijk 3 overwinningen gezien van de kleinste ploeg daar aan de start. Ja, samen met Euskaltel misschien. Maar over Kern Pharma heb ik het natuurlijk. Met die Pablo Castillo, die gewoon 2 bergetappes wint. Daar echt niet de minste renners achter zich laat. Ja, hoe kan dat? Dat bij zo'n klein ploegje dan opeens zo'n groot talent rondrijdt. Dat hij niet al opgevist is. Ja, goed, maar misschien zijn dit zijn grootste prestaties die hij ooit gaat leveren. Dat een toevalstreffer is. Maar goed, bij die eerste rit had je het kunnen zeggen toen hij die tweede rit won. Ik weet niet of je die beelden nog kunt herinneren. Je zag hem daar achteraan spartelen bij Vlasov en Sivakov. Ja. En je dacht, ja, je gaf er niks meer voor. Nee. Is dat helemaal stuk, zou je denken. Maar op het laatst rijdt hij weg en Vlasov die kan hem helemaal niet terugpakken. Dus... Ja, hij kwam er weer bij en toen ging die Castillo nog een keer versnellen. En toen was het bij Vlasov overgelijk. Volgens mij overgelijk. Staat hij nu al in belangstelling van een World Tour ploeg. Ik weet niet welke. Maar ja, hij wordt al een tijdje aan Ineos gelinkt. Ja. Ja. Oké, dan... Is over dat Indië... Is wel verdiend dat hij daarheen gaat. Over dat Indië is gesproken trouwens. Wat is daarmee gebeurd? The Empire has fallen. Toch? Ja, volgens mij zien we dat al een paar jaar. Ja, maar dit jaar? Ja. Als je kijkt naar wat ze presteren in de grote rondes. Nu de hoogste man in het klassement, Carlos Rodriguez, 10e. Ja. Kleurloos, geen etappenwinst, niks. In de Tour ook geen etappenzegen. Ja, ik denk dat waar zij mee begonnen met Froome, dat vernieuwend was. En dat die vernieuwing eigenlijk is ingehaald door alle andere ploegen. Dus ja, wil je onderscheiden, dan zul je ondertussen wat anders moeten bedenken om weer boven de rest uit te steken. Dus het voorsprong die ze hadden, zijn ze kwijtgeraakt. Alleen ze moeten andere wapenfeiten gaan bedenken. Ja. En als je het eenmaal kwijt bent, dan is het heel moeilijk om te bedenken hoe het anders moet.
Ja. Hoe frustrerend moet dat zijn als je daar werkt als ploegleider en heel veel succes hebt meegemaakt? Want jullie zijn natuurlijk ook alle drie ploegleider geweest. En dan, dat ik, ik ben geen ploegleider geweest. Ook niet heel kort eventjes? Nee, het staat fout op het internet. Oh serieus? Ja. Dan moeten we, daar moeten we even achteraan. Ik kan me wel eens ploegleider opstellen. Dan ben ik ook gewoon ploegleider geweest. Verstand genoeg. Geen probleem. Nee, maar dat moet heel frustrerend zijn. Dat je in die auto zit en merkt aan alles van... Ja, we trappen niet meer harder dan de rest. We komen niet meer... aan die uitslagen die we vroeger bij elkaar hebben. Nee, bij Ineos ontbreekt echt een super kopman. Ze hebben hele goede renners. En ze hebben ook heel veel jeugd, jonge renners. Maar je noemt zo'n Carlos Rodriguez, een goede Spaanse jonge renner. Maar die komt niet aan het niveau van Pogacar, Vingegaard, Roglic, Evenepoel. Dat zijn de vier die er bovenuit steken. En als die meedoen, dan rijdt iedereen een beetje in de schaduw van dat viertal. Maar goed, als Bernal bijvoorbeeld nooit tot het busje was gereden, dan hadden we misschien nou heel anders gesproken over de ploeg. Dan hadden ze misschien die uitgesproken kopman gehad waar iedereen zich aan optrekt. Dus soms loopt het ook net op een verkeerde manier vervelend af. Hey, over frustratie bij ploegen gesproken. Wat een jaar is dit voor Visma Leasebike. Nog steeds veel gewonnen. Daar niet van, maar natuurlijk een stukje minder dan vorig jaar. En ongelooflijk veel pech gehad. Ook deze Vuelta weer met een Wout van Aert die de ronde kleurt. Stond bovenaan in het puntenklassement. In het bergklassement. Had al drie etappes gewonnen. Nou ja, en toen kwam die nare valpartij. Maar diepe wond in zijn knie. Wat mij opvalt, en ik weet niet, misschien dat mensen hier daar een antwoord op hebben. Ze vallen relatief veel, heb ik het idee. De renners van Visma. Van Visma Leasebike. En als ze vallen, dan hebben ze ook vaak wel zware kwetsuren. Ja. En op een gegeven moment kan dat geen ongeluk of toeval zijn. Dus ik vraag me af, en ik hoop dat ze die conclusie zelf kunnen trekken, van waarom wordt er veel gevallen? En waarom zijn de kwetsuren zo zwaar? Dus ik misschien dat Erik of Jean-Paul dat weet, maar dat is wat mij opvalt in ieder geval. En het is toch iets om over na te denken. Denken jullie ook dat het geen toeval meer kan zijn? Nou, je moet iedere valpartij op zich een beetje bekijken. Ik denk als je de valpartij in Baskeland neemt met Vingegaard, ja, daar kon hij niet veel aan doen. Dat was bergaf 20 man die van de weg afraken. Dus dat was niet echt hoe die daar viel en wat hij allemaal brak. Dat was indrukwekkend. Daarna de valpartij van Aert, dat was een beetje hun eigen schuld. Dwars door Vlaanderen, een stukje naar beneden. Echt krankzinnig snel. Krankzinnig risico's nemen voor in een koers die er eigenlijk niet zo toe doet. Vlak voor de Ronde van Vlaanderen. En dan namen ze veel te veel risico. En toen gingen ze met een paar man onderuit. Dus ja, dat kun je dan weer jezelf verwijten. Zo moet je iedere valpartij op zich gaan bekijken. Want je kunt het niet allemaal over één kam scheren. Maar ze hebben wel heel veel renners die veel vallen en heel veel breken. En dat er is over gesproken van, ja, waarom breken renners nu zo snel iets? En dat zeggen ze toch van, ja, ze zijn heel eenzijdig. Sportbeoefening is niet goed in jeugdige leeftijd. Hè? Dus als je van jongs af al alleen maar fietst, dan krijg je wat brozere bot. Misschien is dat een oorzaak. Graadmager zijn ze. Ja. Ik weet niet of dat ook nog eens meespeelt. De voeding is extreem. De kleding wordt steeds dunner, voor je gevoel. Dus ja, maar goed, het zit wel allemaal tegen richting Visma Leasebike dit jaar. Als je het vergelijkt met het verleden jaar, ja, dan is het natuurlijk een dramatisch seizoen voor hen, wat dat betreft. Kan dat er iets aan hebben bijgedragen, Jean-Paul, dat vorig jaar zo alles klopte en zo'n perfect jaar was, dat je dan voor het jaar erop de druk voor jezelf zo hoog legt van oké, we zijn nu de beste ploeg van de wereld en we moeten weer zo presteren dat het daarom eerder misgaat. Nou ja, ik vind dat de Tour fantastisch hebben gereden. Als je kijkt hoe Vingegaard nog terugkomt. Ik had dat niet... een week dacht ik, die stort wel een keer in elkaar of zo. Maar hij ging alles maar beter rijden. Dus die hebben wel een hele goede Tour gereden, hoor. En volgend jaar wordt het natuurlijk wel echt spannend als ze alle twee fit aan de start mogen verschijnen. Ja, goed. En dan hebben ze natuurlijk... Roglic is weggevallen. Die is voor een andere partij gaan rijden. Koes, die niet zijn seizoen heeft... Niet mee naar de Tour. In de Vuelta valt hij enorm tegen. Dus dat was totaal niet de koers van vorig jaar. En dat waren toch de grote mannen van vorig jaar. En als je kijkt, Wout van Aert die valt wat dat betreft net even te vaak. Misschien toch te veel risico. De laatste val in de Vuelta ook. Volgens mij zei de kouwer al van, jongens, ze gaan te rap. En waarom ga je achter iemand rijden als je zelf zo goed kan sturen? Want je weet, als die een fout maakt, ga je mee. Ja. Dus zijn we, wat dat betreft... Het zit van Aert ook niet mee, zeg maar, met zijn valpartijen. Nee. Je kan ze van de afgelopen 5 jaar kan je ze allemaal zo op aanstrepen. Hij bleef met die tijdrit in Poop, bleef hij achter een hek hangen. Dat zijn ze gewend, hè, met veldrijden, om dan toch de barrières te raken. Maar ja, dat zat wel een flinke punt. Hij zocht de graskant op, die niet was, denk ik.
Iets wat harder graskant was het daar. Ja. Ja. Je noemt de naam van Sepp Kuss even. Heeft hij deze Vuelta laten zien dat hij gewoon lekker meesterknecht moet blijven en dat hij dat kopmanschap maar niet meer moet doen? Of ben ik dan te hard? Nou ja, dat lijkt er wel op. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk, hij kan de waardes blijkbaar trappen, maar ik denk dat hij natuurlijk vorig jaar de Vuelta heeft gewonnen dankzij zijn ploegmaten. En als je het alleen moet doen, dan sta je er toch heel anders op. Dus hij kan misschien wel eens weer vaker een grote ronde winnen, maar dan meer vanuit een positie waar de druk misschien niet ligt. En we hebben gezien dat het nu niet is gelukt, maar hij was ook gewoon niet goed genoeg. Ik bedoel, wat daar de oorzaak dan van is, weet ik niet. Maar als jij, wat wordt die, 13e of zo uiteindelijk? 14e zelfs, ja. 14e, dat is wel heel ver van de overwinning vandaan. Ja. Het zijn denk ik vermogens die veel lager moeten liggen. Kan niet anders. Denk je dat het een oorzaak ook zou kunnen liggen, Erik, in het feit dat hij vorig jaar alle drie de grote rondes op zeer intensief niveau heeft gereden? Dat het toch wel met dat lichaam heeft gedaan en dat zich dat dan een jaar lang door kan trekken, het jaar erop? Ja, goed, hij rijdt al jaren op dat niveau. Hè. Hij heeft al heel veel. Volgens mij is hij de renner die bij Jumbo altijd deelnam aan de rondes die gewonnen werden. Ja, klopt. Dus het was wel een hele belangrijke pion altijd voor de kopmannen. Voor Vingegaard, voor Roglic. En dat heeft hij dit jaar, misschien door die overwinning, ja, is er ook iets van hem afgevallen. Volgens mij heeft hij ook wat andere voorbereidingen gedaan. Hij wilde niet in zo'n strak regime meer koersen. Dus hij heeft wat losser aangepakt. Ja, dan zie je dat toch tegen je gaat werken dan. Dat je niet op het hoogste niveau mee kan. Ik denk inderdaad dat hij niet geschikt is om een hele ploeg te dragen. Dat hij dat helemaal niet wil. Dat heeft hij altijd al geroepen ook. Laat mij maar lekker in de schaduw. En door altijd in de schaduw te rijden, heeft hij één keer daar profijt van kunnen hebben om de Vuelta te winnen. Maar het is geen absolute grootwinnaar. Dat gaat ook nooit worden. Hey, het was natuurlijk niet alleen maar Kommer en Kwel bij Visma, deze Vuelta. Want drie etappes gewonnen met Van Aert, die dan later uitviel, maar goed. En natuurlijk het afscheid van een stuk meubilair van de ploeg, Robert Gesink. Die reed gisteren op de tijdritfiets zijn allerlaatste meters als professioneel wielrenner. Hij stopte mee. Hoe groot is de wielrenner Robert Gesink eigenlijk? Dat moet je echt aan Erik vragen. Die heeft met hem gewerkt. Jean-Paul ontwijkt de vraag. Hoor je dat? Erik schrijft hem lekker op jou. Hij wil iets negatiefs zeggen. Nee. Ik heb alleen maar superlatieven voor hem. En ik vind een renner die vroeger te boek stond als een potentiële toerwinnaar, heeft heel veel pech gekend in zijn leven. Ja. Het moment dat zijn vader overleed, daar heeft hij toch wel een flinke klap van gehad, volgens mij. Ja. In zijn privéleven met zijn kinderen en zo was er ook wel niet altijd complicaties bij een zwangerschap. Ja, dus dat zijn wel dingen die knagaan. Ja. Sindsdien is hij ook niet meer volgens mij die renner geweest, Erik. Maar dat weet jij misschien beter. Toen hij overkwam, was het een van de grootste talenten die daar rondreden. Een van de beste klimmers. Op een gegeven moment in de Vuelta Tour heeft hij dat ook laten zien. Hij won bijna een keer de Vuelta, hè? Die van 2009 uit mijn hoofd. Ja, toen kwam hij ook weer te val, ja. Helaas. Maar dat zit er wel een beetje aan vast ook. Die mooiste momenten heeft hij bereikt in zijn eerste jaren als prof. Dus toen hij jong was, heeft hij ook een paar rondes gewonnen. Ronde van Californië won hij. Hij won etappen in de Vuelta. Ja. Maar goed, daarna heeft hij heel veel pech gehad. Hij heeft zelf ook nog wat problemen met een hartritmestoornis op een gegeven moment gekregen. Ja. En daarna is het eigenlijk nooit meer. Dan komt er op een gegeven moment ook een hele nieuwe generatie op staan. Dus dan maakt het ook lastig. En heeft hij gekozen voor een hele andere rol binnen dat team. En dan heeft hij heel lang volgehouden. Dus dat. Dat zie je het hem ook natuurlijk, dat hij ook graag voor anderen reed. Hij heeft altijd in dezelfde ploeg blijven rijden. Hij is nooit naar een andere ploeg gegaan. Dus het is een beetje een meubelstuk binnen dat team geworden. Waar moeten we hem plaatsen, Bart? Want ik bedoel, als we naar zijn erelijst kijken, het is geen Tom Dumoulin. Er staat geen winst in een grote ronde op. Er staat geen wereldtitel op. Maar wat heeft hij betekend voor het Nederlandse wielrennen? Ja, ik denk maar net waar je het tegen wil afwegen. Als je hem wil afwegen tegen erelijsten, daar staat hij dan niet tussen. Maar ik denk als je hem afzet tegen het aantal jaren dat hij productief is geweest voor kopmannen in grote rondes, dan denk ik dat hij misschien wel helemaal bovenaan staat. We kijken vaak naar winnaars, maar als we kijken wat hij heeft betekend in al die rondes, ja, dan staat hij heel ver bovenaan, denk ik, in het Nederlandse wielrennen. Ja. Naar mijn vermoeden, denk ik, als je ver terugkijkt. Ja. Zoveel jaren en al die grote rondes. Want ik heb vanmorgen even gelezen hoeveel grote rondes had ik gereden.
20 of zo, of weet ik veel wat. Of... Ja, minstens. Ja, ja, dat is natuurlijk al bizar veel. Dus wat dat betreft, op dat gebied is het gewoon een grootheid. Ja. Zijn mooiste overwinning vind ik nog altijd daar in Canada. Dat hij een hele goede Sagan klopte, bergop, in de spurt. Is dat Montreal of... Quebec volgens mij is Quebec, dat geweest. Ja. 2013 denk ik. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Mooi. Want hoe was die jongen om mee samen te werken? Jij hebt met hem samengewerkt. Vooral toen hij nog zelf kopman was natuurlijk. Maar... Ja, hij was van begin af aan heel perfectionistisch. Heel gedreven. Was volop met alle details ook bezig. Dus het was echt een prof. Dus dat was heel makkelijk werk eigenlijk als binnen de ploeg. Ja, die moest je alleen maar afremmen. Die wilde alleen maar veel koersen. En was echt een liefhebber van het vak, zeg maar. Dus dat is prettig werken. Je moest hem, wat ik zeg, in toom houden. Dat hij niet te gek deed in het begin. Prettige jongen om bij je te hebben, zeker. En merkte je toen ook al dat... Nou ja, dit zou zo'n jongen kunnen zijn die mentaal over een paar jaar zich ook helemaal voor anderen weg gaat cijferen. Dat hij niet een soort van, nou ja, iets arrogants over zich heen had, wat sommige kopmannen misschien hebben. Nee, dat had hij helemaal niet. Nee, dat was van arrogantie. Hij was altijd bezig met de ploeg, met het belang van de ploeg. Hij was net zo blij als een ander won als dat hij zelf won. Dus ja, dan weet je wel wat voor vlees je in de kuip hebt. Robert Gees, ik stopte mee, mannen, maar wij gaan natuurlijk met het wielerseizoen nog gewoon lekker door. We hadden het er net al even over. Het EK komt er alweer aan. Komende zondag de wegrit in Belgisch Limburg. Eerst komende woensdag de tijdrit. Maar ja, geen Evenepoel, geen Van Aert, geen Ganna, geen Tarling. Wie gaat die tijdrit dan winnen? Ja, Steven Koen dan maar. Ja. De winnaar van de slotetappe van de Vuelta. Nou, ik denk dat hij wel de grote favoriet is. Is ook al een paar keer Europees kampioen geweest. En dat zou ook helemaal. Ja, hij is al een paar keer Europees kampioen geweest. Maar het valt een beetje gek natuurlijk, hè, dat Europese kampioenschap nu nog. En dan 2 weken later is alweer het WK. Dus een Olympische Spelen geweest. Dus ja, dan kan me wel voorstellen dat het niet al die toppers de toppers er zijn. Wat vinden jullie eigenlijk van het Europese kampioenentruitje? We zien het hier nu achter bij Christophe Laporte, die natuurlijk vorig jaar Europees kampioen werd. Maar je hoort er heel wisselende geluiden over in het wielerwereldje. Wat vind jij van het truitje, Jean-Paul? Nee, die trui vind ik prima. En ik moet ook zeggen, waar was het de eerste keer? Daar in Schotland of zo? Toen deed het nog niet echt veel mee. Maar de laatste jaren wordt het steeds belangrijker, die Europees kampioenschappen. Ik vind het een mooi kampioenschap ook om naar te kijken. Mooie toevoeging op de kalender, Bart. Nou ja, ik vind het truitje ook verder wel mooi. Alleen we moeten ons afvragen, als wij continu allerlei grote belangrijke wedstrijden neerzetten, gaan wij die renners ook verspreiden. En dan neemt de kwaliteit van die wedstrijd ook af. Ik bedoel, zo'n Europees kampioenschap, het is natuurlijk, als je Europees kampioen bent, is fantastisch. Maar ik ben meer wat ouderwets dat je gewoon bij een aantal monumenten moet blijven. Want ja, anders zit die kalender zo vol dat je gewoon niet de juiste renners, denk ik, aan het vertrek krijgt. En daarmee vind ik het ook niet een waardig kampioenschap. Nee. Maar goed, als Mathieu van der Poel aan de start staat, dan is het altijd een waardig kampioenschap. Dan is het wel een waardig kampioenschap natuurlijk. Maar over het algemeen denk ik dat we wel heel veel wedstrijden en kampioenschappen krijgen wat dat betreft. En dan hebben we, ja, sorry dat ik het zei. Maar dan hebben we ook natuurlijk nog eens een keer dat, wat Erik al zei, die renners die rijden veel minder wedstrijden. Dus al die wedstrijden die gaan ze concentreren op die paar hele belangrijke wedstrijden. Mm-hmm. En dat betekent ook dat wedstrijden, ik ben dan koersdirecteur bij Veenendaal, wordt heel lastig om daar toppers aan het vertrek te krijgen. Dus als wij de toppers niet meer krijgen, ja, dan valt zo'n wedstrijd weg. En dan is de aanwas voor continentale en pro-continentale renners, hebben daar niet meer de ingang om zich te meten aan de toppers. Dus wat dat betreft, ja, een Europees kampioenschap erbij is prima. Maar als we allerlei wedstrijden, komt in Denemarken weer een pro-tourwedstrijd bij. Ja, dan wordt het gewoon heel lastig voor bepaalde organisatoren en jonge renners ook om zich te kunnen meten natuurlijk met de toppers. Delen jullie deze opvatting van Bart, dat het misschien allemaal iets te veel wordt? Ja, weet ik niet. Ik denk dat de belangrijke toernooien zullen altijd de beste renners van start gaan, lijkt mij. In ieder geval die daar het beste uit de voeten kunnen. Hè. Als je Vlaanderen, ja, dan zullen toch altijd de betere aan de start staan. En zo zal het ook met EK zijn. Het is een parcours wat vrij vlak is. Dus je hebt daar wel de beste sprinters aan de start. Maar het is jammer dat... En je moet natuurlijk een tactiek zoeken of een... Iets uitzoeken, want we hebben nu alleen Kooi aan de start staan. Na de uitslag van gisteren is dat een goede keuze geweest. Maar we hebben ook een hele goede en sterke Groenewegen. En Jacobs. Dus dan mis je dus alweer 2 topsprinters daar. Mm-hmm. Maar ik vind het een mooi kampioenschap, ja. Is Mathieu van der Poel topfavoriet voor zondag? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat dat parcours, dat hij
ja, zomaar het grote verschil maakt. Dus ja, het kan een sprint worden en dan heb je veel rappe mannen. Straks moet hij de sprint weer aantrekken van Philips. Ja, dat zou een mooi gezicht zijn. Dat zouden Nederlanders ook, Nederlandse wielerhebbers ook kunnen waarderen, denk ik. Dat durft hij niet, denk ik. Nee. Nou, ja, bedoel, je kunt het natuurlijk wel een beetje met een omweggetje doen. Want hij moet toch de sprint aantrekken. Dus dan zit er een andere met een eentje ertussen. Dus dan trekt hij hem voor allebei aan. Ja. Maar het Belgische blok, daar rijden de favorieten. Hè? Met een Philips, met een Merlier. Die hebben gewoon de mannen waar iedereen naar gaat kijken. Rijden ze allebei dan? Ja. Oké, okay. Mooi. Beetje strijd in dat kamp. Ja? Dat kan wel eens tegen ze werken. Ja, want hoe riskant is dat als bondscoach als je meerdere kapiteins op één schip meeneemt naar zo'n kampioenschap? Hij heeft er zelf over gezegd, de bondscoach van de Belgische ploeg, die zei ja, als ik naar de resultaten van Tim Merlier kijk, dan kan ik het gewoon niet maken om hem niet mee te nemen. Dus ik neem ze daarom neem ik ze allebei mee, zo eerlijk ben ik. Maar kan dat wel? Ja, ik zou het niet gedaan hebben. Maar goed, als je kijkt naar de Tour, daar Intermarché, die nam ook twee sprinters mee. Ja. Die verklaarde ik ook voor gek. En je ziet toch dat die drie ritten in het een van die twee. Ja. Maar goed, hadden ze thuis kunnen laten. Ja, ik kan het zeggen. Ja, Gerben Thijssen die had uiteindelijk weinig de melk te brokkelen. Ja. Ja. En daarna het WK. Twee weken alweer later, na het EK. Iets meer hoogtemeters. Meer dan 4000. Is dat dan weer te veel voor Mathieu? Of is dat een parcours dat een beter ligt dan het EK? Nou goed, ik denk dat WK gaat er om spannen af. Dat hangt een beetje van met wie die moet afrekenen natuurlijk. Hij heeft het wel, hij wil graag zijn trui verdedigen. Dus ja, ik denk dat het hoogste doel is voor hem. Maar een Pogacar die heeft zijn zinnen er ook op gezet, schijnbaar. Kan die wat met een fiets dan? Dus die, ja, misschien op zo'n parcours is dat een lastige tegenstander. Ja. Maar we weten eigenlijk niet hoe die ervoor staat. Nee. Pogacar, die heeft een tijdje na de Tour niet meer gezien. Dus die gaan we van het weekend zien, volgens mij in Canada. Maar die twee wedstrijden. Ja. Maar meestal zijn die mannen, ja, die komen aan de koers en die zijn top in orde. Dus daar gaan we nu maar vanuit. Ik heb een beetje een outsider. Mark Hirschi vind ik heel goed rijden. De laatste, en is een Zwitser in Zwitserland. Van het weekend ook weer gewonnen. Dus daar, daar hou ik wel een beetje rekening mee voor het WK. Wat betreft, sluiten jullie daarbij aan? Hebben jullie nog een outsider? Nee, ik denk Pogacar. Gaat gewoon alles winnen dit jaar. Twee gewoon grote rondes en het WK, ja. Ja, ik denk het ook. Alleen hij heeft hier natuurlijk niet een zo'n grote sterke ploeg in zijn omgeving rijden. Dus hij zal ook wat creatiever moeten zijn. Maar hij is zo sterk dat hij ook zelf nog iets recht kan zetten op het juiste moment. Maar zo'n WK is natuurlijk altijd wel anders als met je eigen ploeg rondrijden. Maar deze man is dusdanig goed dat ik ook wel verwacht dat hij het wel redt. Met of zonder hulp. Roche deed het ook, hè, in 87. Zonder veel hulp, moet ik zeggen. Ja, ja. Twee grote rondes en 2K. Ja, klopt, ja. En de tijdrit, wordt dat weer twee vingers in de neus voor Remco Evenepoel? Ja, weet je, dit is... Misschien simpel gezegd twee vingers in de neus, maar... die kans is wel vrij reëel, dat geloof ik wel, ja. Wat vinden jullie van zijn gouden fiets trouwens? Als Olympisch kampioen heeft hij natuurlijk zo'n prachtige gouden fiets gekregen van een sponsor. Komt eraan, ja, daar is die. Blinkend en wel. Nou, past wel bij hem, toch? Ja, hij rijdt er ook op. Ja, zeker. Maar ik vind het wel mooi. Het is iets, toch een uiting van de Olympische... Hij kan er 4 jaar mee rijden met die fiets. Ja. Dat is een voordeel. Ja. Jij zegt dat het past bij hem, Bart? Ja, nou, het past wel bij hem. Hij is natuurlijk het is wel een jongen met goede praat. Ik heb dan wel met zijn vader gefietst. Die leeftijd hebben we ook, dat je zegt, ik heb nog met zijn vader gefietst. Maar je hebt ook altijd een hoop babbels. Dus het moet je ook passen als je een vrij timide, rustig iemand bent. Dan weet ik niet, dan slaat het als op de tang op een varken. Maar ik vind dat hij het wel kan hebben. En ik denk dat de wielersport ook wel deze jongens wel kan gebruiken. De geruchten gaan rond dat hij, naar Red Bull Bora Hansgrohe zou gaan verkassen. Dat hij ploegmaat wordt van Rodis. Hij wilde zelf absoluut niks over zeggen. Die ploeg wilde ook helemaal niets over zeggen. Maar zou dat een goede zet zijn? Als ze niks willen zeggen, dan is het meestal waar. Ja. Dan zeg je gewoon van, ik rij volgend jaar voor mijn ploeg waar ik niet voor rij. Maar het is toch een beetje schimmig. Nou ja, alles ligt zo gevoelig tegenwoordig. Elk woord wordt zo goed uitgemeten dat ik wel kan begrijpen als mensen gewoon zeggen geen commentaar of zo. Maar... Ja, hij zei van, normaal gesproken rij ik volgend jaar voor Soudal Quickstep. Ja. Dus normaal gesproken vind ik al een rare uitspraak als je zeker weet dat je daar gaat rijden. Ja. Dus er is wel iets aan de hand waarschijnlijk. Maar Hoe zou dat zijn als hij ploegmaat van Roglic wordt? Ja, dat kan heel goed werken. Maar ik heb liever dat ze niet voor dezelfde ploegen rijden. Zulke grote renners. Je hebt de mooiste strijd als ze allemaal voor een ander team rijden. Dat zie je nu met Roglic ook, die dan naar Bora gaat.
Die kiest daar zelf ook voor, omdat hij niet bij Vingegaard meer in die ploeg wil. Want ja, dan ben je toch een beetje tweede viool. Ja. En dan moet Evenepoel, die moet eigenlijk ook niet naast zo'n kopman gaan rijden. Maar goed, ze kunnen, als het zo zou zijn, dan kunnen ze natuurlijk... Roglic, laat je gewoon een ronde van Spanje rijden. En Evenepoel, die heeft alles in zinnen gezet op de Tour natuurlijk. Is die eigenlijk Mr. Vuelta nu? Roglic om... Ik weet niet, ik was benieuwd. Er was nog een Spanjaard die hem vier keer gewonnen had. Ja? Roberto Heras. Hij is nu gelijk of zo, stond hij of niet? Okay. Ja. Die hebben er alle twee vier. Ja. Oh, oké, dat is de max. Ja. Goed. Ja, dan moet er gewoon een vijfde aan aankomen. Ja, dat lukt nog wel. Is hij niet zo mee bezig volgens mij, hoor, met die aantallen. Maar ja. Ik heb het idee dat Primoz Roglic nergens echt druk om maakt of mee bezig is. Hoe die antwoorden geeft en hoe die alles relativeert. En... Ja. Ja, dat is ook zijn kracht waarschijnlijk, ja. Maar hoe knap is dat je als... man die, nou ja, best wel behoorlijk wat naast zijn fiets heeft gelegen, best wel behoorlijk wat heeft gebroken, zo'n ongelukkige relatie met de Tour kent, dat je dan altijd maar positief blijft en zegt, oh, that's life, huh? Weet je wel, altijd hetzelfde, altijd met een lach. Maar als je zijn erelijst eens gaat bekijken, hè, wat hij allemaal gewonnen heeft, dat is krankzinnig. Ja. Hij heeft jaren gehad dat elke etappekoers waar hij aan de start stond, dat hij die won. Alleen de Tour... En de Ronde van Zwitserland niet. Voor de rest heeft hij alle meerdaagse UCI World Tour koersen gewonnen. Wel super, super bijzonder natuurlijk. Ja. En ondanks alle pech die hij ook nog eens op zijn weg heeft gehad... Ja, is het echt een strijder natuurlijk. En hij komt altijd weer terug. Die gaat nooit kapot. Nee. Benieuwd of hij volgend jaar een vijfde veldtitel toe kan voeren. Gaan we allemaal laten zien. Wat betreft het Cyclo Wielencafé en daarmee ook de podcast sluiten we het lekker af. Erik bedankt, Bart bedankt en Jean-Paul bedankt. Ik hoop dat jullie het een beetje naar jullie zin hebben gehad. Zeker. Het was spraakmakend. Nee, leuk. Voor herhaling vatbaar. Ja. Zo is het. Graag tot de volgende keer. Wat betreft het luisteren naar deze podcast, dankjewel. En zoals ik al zei, tot de volgende. Dit Cyclo Wielencafé werd mede mogelijk gemaakt door Isaac Cycle.